Welkom bij deze tutorial van het doelgroependashboard. In deze tutorial laten wij u een aantal handige functionaliteiten van het doelgroependashboard zien. Allereerst is in het doelgroependashboard onder het tabblad Vraag en Antwoord alle informatie opgenomen over wie de organisaties achter het doelgroependashboard zijn, namelijk JobDear en Intelligence Group en wat zij doen. Daarnaast staat er uitgebreid uitgelegd hoe de informatie wordt verzameld. Tevens staat er onder het kopje Praktische vragen een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden van het doelgroependashboard. Deze uitleg kunt u ook bekijken in de andere tutorials. Mocht u of een collega zich afvragen hoe het doelgroependashboard dus ook alweer werkt en welke data er is gebruikt, dan kunt u dat hier teruglezen. Wanneer u een analyse heeft uitgedraaid, ziet u een groot aantal datapunten. Uiteraard is het belangrijk dat u weet welke informatie u voor u heeft. Deze aanvullende informatie kunt u vinden door met uw muis over de informatiebutton te gaan. En de tekst verschijnt dan in beeld. Daarnaast ziet u een downloadknopje. Via deze button kunt u het datapunt downloaden als een afbeelding, om bijvoorbeeld in een mail naar uw collega te versturen of om op te nemen in een presentatie. Tevens is er bij elk datapunt een toontipbutton te vinden. Door op deze button te klikken, krijgt u een tip in beeld hoe u de data kunt interpreteren en hoe u dit kunt vertalen naar de praktijk. Het doelgroependashboard wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Zo is er een kaart toegevoegd aan het datapunt reisbereidheid, waarop nu wordt gemarkeerd welk gebied er valt binnen het gemiddeld aantal minuten wat de doelgroep bereid is te willen reizen. Dit gaat om een enkele reis met de auto zonder file. U kunt de reisbereidheid sinds kort ook gebruiken als filter van de doelgroep. Als u een functietitel heeft ingevoerd, kunt u via de knop locatie naast de reisafstand in kilometers nu ook het aantal minuten als filter gebruiken. Wilt u meer weten hoe u effectief kunt werven met het doelgroependashboard? Kijk dan ook naar de andere tutorials.